Perdus wish the bus driver a happy birthday. En dat doen wij namelijk omdat Fortnite namelijk 2191 dagen oud is geworden. Dat is ons wel eigenlijk 6 jaar. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. Want we gaan namelijk richting de 500k. Dus klik op dat abonneerknopje. En dat is best wel sick hoor. Dat er een game al 6 jaar bestaat. En het nog steeds zo knijtergoed doet. Ik bedoel, ook als je kijkt naar cijfers en zo. Fortnite blijft hoe dan ook altijd bovenaan staan. Het is echt lijp. Oeh. Enemy. Go. Oh, hij is boven. Wait. Let op deze dan. Oh mijn god, hij heeft geen idee, bro. Maar hij heeft geen idee. Hallo! Kom. Doei, dacht het even niet, bro. Echt, ik faalde wel echt knijterhard, maar sure. Iemand anders gebruikt ook zo'n ding. Wait, kom hier. Splash. Full AP hebben. Kijk, iemand heeft hier echt loot, jongen, voor deze. Hierboven, of niet? Nee, daar. Nee, dat is één. Jago, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar sure. Nog iemand? En er was nog iemand volgens mij, maat. Komt ie, hè? Daar. Oh, ik had niet verwacht dat hij zoveel raak zou schieten. Hij is ook cracked. Oh, dit pistooltje is zo goed, hè, bro. Komt ie? Thank you. Hier, loot. Slices. Nog eentje. Die mee pakken. En die mee pakken. My guys, kom eens eventjes hier, joh. Kom naar buiten. Die hoef ik niet meer mee te nemen. Er zitten hier dus nog 2 enemies. Waarvan eentje sowieso een beetje gaat dippen, denk ik. De andere weet ik niet. Dan maar zo doen, hoor. We moeten hem hoe dan ook killen. Dat is eentje. Zijn er nog 2 volgens mij nu nog, hoor. Deze guy leeft nog. Iemand hier. Nice. Goeie. Waar zit hij? Geen reload. Ik moet hier weg. Damn it. Wait, go. Ik kan deze dingen pakken. Go, 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 go. Dat is nice. Dit is nice. Go, go, go. Ja? Pak de cake, pak de cake. Nice, oké. Goeie. We hebben geen rockets meer. Deze kijk, kan ik ook 100% hebben, maat. Maar geef me rockets. Game time. Ja, sure dan maar. Sure, sure. Die heb ik ook nodig. Op een van die. Gooi hier die pizza neer en pak hem. Pak hem. Kijk, hij zit hier nog steeds, hè. Wachten. Oh, mijn god. Wat doet die guy nou weer? Wat? Oh, mijn god, wat? Goeie. Go. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Reload. Hij kan ook alleen maar schieten met dat ding, hè? Meer kan die guy ook gewoon niet. Zie je? Hij vroeg mij nog geen één keer raakgeschoten met zijn shotgun. Als je poep bent, kan je dat ook gewoon zeggen, hè? Oh, je bent een drol. Je ruikt een kat een drol. Weet je, deze guy die ga ik ook gewoon wel fighten, maar heel even wachten. Hij durft niks anders te doen. Oké, geef me even iets goeds. Please, geef me die rocket perk. Please, wanneer ik hem nodig heb. Ik krijg hem niet. Doe die wel maar. Loop daar boven. Reload nog één keer. Explosive. Nice. Nice. It's over for you, bro. Hij gaat echt niet weg. Ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat hij weggaat. Ik kan dat niet geloven dat deze guy opeens dipt, hoor.
Nope. Zie je alleen maar dat ding, jongen? Zo skeer. Hier, lekker voor je, bro. Oh my god. Maar jij had unlimited rockets of zo. Damn. In ieder geval, juist. Holy damn. Nou, gooi deze splashes maar. Sure, ik moet iets doen. Ik vind het trouwens dus wel geinig, hè. Want het is dus 6 jaar geleden dat Fortnite uitkwam, Battle Royale. En natuurlijk, het is dus de 6e verjaardag. En dan moet je het eigenlijk wel een feestje geven. En dat doen ze dus ook. Want er zitten gewoon een hoop nieuwe items in. Of unfolde items. En het zal gewoon lachen. Oh, paarse? Oké. Ik bedoel, denk dus aan bijvoorbeeld de jumpballoon. Dat als jij die augment aanzet, dan kan je dus elke keer jumpen. En dan krijg je dus een balloon. En natuurlijk tot en met de 3 balloons als max. Voor de rest zit shell slide er ook weer in. Dat betekent dus dat als jij slide, dat je dan een shotgun ammo krijgt. En als derde augment zit ook nog bloodhound erin. En die kennen jullie vast allemaal wel. Het is namelijk echt een knijtergoede perk. Oh, what the heck? Ik moet die guy wel even killen nog. Maar die zorgt ervoor dat als jij een enemy hit met een sniper rifle of met een marksman rifle, dat jij diegene dan ziet voor een aantal seconden, voor 5 seconden, voor 10 seconden, iets in die richting. Dit is gewoon een gratis slurpje en alles, maat. Helm. En... Dankjewel. Dat was makkelijk. Maar Bloodhound is dus extreem goed voor sniper rifles. En als we het erover sniper rifles hebben, ik organiseer namelijk een event, oftewel een contest eigenlijk. Oh, wait a second. Een birthday present. Ik ben niet eens jarig, maar kom maar. Ik wil wel een cadeautje openen. Ja, thanks voor je rocket trouwens. Ik organiseer namelijk een contest. En dit contest heb ik de vorige keer ook al aangekondigd. Maar voor de mensen die het niet gezien hadden. Je moet namelijk een no-scope hitten in een van mijn mappen. Dat is namelijk de Kill Zone Wars map, de Gun Game map of een 1v1 map. Die staat namelijk hier in beeld. En dat maakt niet uit met wat voor sniper je hem hit. Natuurlijk, een hunting rifle is het makkelijkste. Dus ook het minst mooie. Maar het maakt niet uit. En de mooiste trickshot, de mooiste no-scope, die wint namelijk 10.000 V-Bucks. Dit vind ik minder fijn, want ik heb weinig HP. Ik ga toch eventjes weg, want ik heb niks. Ik denk niet dat hij namelijk nog echt iets gaat doen. Ook al ziet hij mij nu wel. Ik moet hem toch poppen, denk ik. Hij wil hoe dan ook die ding pakken. Kijk, ik hoef niet per se die sleutel te pakken, weet je. Ik bedoel, ik heb daar niks mee, want ik heb er ook niks aan, want ik heb hem al. En je kan trouwens de no-scope clip gewoon overal toesturen, hoor. Naar mij, gewoon via Instagram, via Discord, via YouTube of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Stuur wanneer je het wilt, waar je het wilt. Zolang het maar voor dit weekend is. Of ja, je mag het dit weekend ook nog doen. Maar in ieder geval voor zondag. Ik vind het trouwens ook wel grappig, hoor. Want ik kan me nog zo goed de dag herinneren dat ik begon met Fortnite. Want... Ik en een mattie van mij, die zaten toen op PlayStation Party. En zaten een beetje van, ja weet je, er zijn geen leuke games meer. 2017. Ja, het is allemaal niet zo spannend meer. En toen zagen wij dus dat Fortnite free-to-play was. Toen dachten we, nou, het ziet er wel geinig uit op zich. Laten we het een keer proberen. Wij dachten namelijk, hé, dat is Save the World. Dat was het uiteindelijk niet, want daar moest je voor betalen. Dat deden we natuurlijk niet. Maar we hadden hem dus gedownload, free-to-play. Dachten, nou, even kijken, even leuk. Nou, toen ging het steeds vaker spelen. Nog steeds niet al te serieus. Maar dat liep wel een beetje uit de hand, ja. Toen ben ik het een keer gaan streamen. Toen ging dat een beetje goed. Toen werd ik zelf ook erg goed. En toen, ja, zijn we nu 6 jaar later hier. Met een aantal enemies. Die waarschijnlijk ook 6 jaar geleden zijn begonnen. Let's go. Wat doet deze guy? Waarom komt er... Er komt nog... Oh mijn god. Wat? Deze guy dropt gewoon zijn ding. Oké, het is een beetje nadelig dat ik nu een sticky grenade launcher pak en ook nog eens een grenade launcher. Want dan moet ik dubbele rockets gaan verzamelen. En heel eerlijk, die rockets heb ik helemaal niet. Oh mijn god, gast. Pop deze.
Broski. Move. Waarom kan ik niet normaal launchen? Go. Ik heb geen healing meer. Niks. Bro, ik kan niks doen nu, hè. Deze guys zijn wel goed, hoor. Alleen, ik heb gewoon niet... Ik heb geen healing. Ik heb het niet. En er lagen daar rockets en die wilde ik pakken, maar dat kon niet. Oké, neem deze twee splashes maar mee. Neem één flopper in. Ja, chill is wel anders met twee rockets dingen. Terwijl je echt enorm weinig rockets kan pakken, überhaupt. Oké, hier ligt altijd nog wel healing in, right? In deze poepdingen. Juist hem. Alleen maar een shield potion. 3 minis, ja. Sure, bro. Oké, rustig aan, Rick. Rustig aan. We got this. Kom op. Iemand begon op mij te schieten. Maar waar? Daar? Hey, dat is gelukkig een bot. Maat. Oké, nou, die kunnen we in ieder geval gemakkelijk killen. Dat is mooi. Hopelijk heb je rockets. Hoeveel? Oh, thanks, bro. Oké, geen probleem. Ik moet weg hier. Er zijn hier zo knijterveel enemies. Eentje zat daar boven te koekeloeren naar mij. Daaro. En die andere kijk pushte mij. Dacht het even niet, maat. Ik moet alleen voorzichtig zijn gewoon met mijn rockets. Er loopt iemand daar. Nee, ik ga die kant op, die kant. Hij zit daar. Nice, goede hit. Broski, hoe ben jij niet dood? Waar is hij heen? Hij ging sowieso daar ergens heen, right? Daar. Oh. Ik heb zijn dingen nodig, bro. Laat me het pakken. Sorry, bro. Het spijt me, maar ik moet weg. Oh my. Hij heeft dat ding. Hij heeft de MK. Daar mag, als ik daardoor geheel word, ben ik dood. Dat weet ik zeker. Je mag gewoon stil, zo. Zit hij voor mij namelijk. Oh mijn god. Oh mijn god. Kom hier. MK. Slurpees. Bro, ik ben stacked, maat. Hier. Go. Oh mijn god. Bro, mijn loot. Oké, we hebben de high ground. Alles. Dit kan bijna niet kapot gaan, maar niet te vroeg juichen, Rick. Daar loopt hij. Bro, you're done. Hier, vang hem. Ik ga je gewoon de storming heaten. Kom hier, jij. Oh, hey, hij heeft trouwens helemaal niet mijn ding ingenomen. Oh, hey, ook als hij nu toch dood, maar... Oh, dat was zo toxisch, bro. Gefeliciteerd Fortnite en abonneer op mijn kanaal hier beneden.